en leuk dat jullie allemaal kijken naar deel 3 van de serie Lancheren met Lammert. In de afgelopen 2 video's heb ik zelf al heel veel geleerd, maar in deze video ben ik echt, ja, ik ben echt hartstikke benieuwd naar, want we gaan namelijk nu lanceren met dubbele lijnen. En zelf heb ik dit dus ook nog niet gedaan, dus ik ga in deze video zelf ook weer heel veel leren. Laten we snel gaan beginnen! We gaan nu de dubbele longe doen. Ik heb nu eigenlijk 2 longes aan elkaar. Ja. Ze zijn er van 18 meter en ze zijn er binnenkort ook van 16 meter. Dus als je wat kleinere paarden hebt en misschien ietsjes kleinere cirkel. Deze cirkel heeft een middellijn van 15 meter. Dan zou je ook een 16 meter longe. Die heeft Applejack ook. Ik heb hier dus een 18 meter. Ja, maar 16 dus ook. Oké. Okay. Nou, het zijn dus 2 longes aan elkaar. Hebben we deze dan nu nog nodig? Die hebben we niet meer nodig. Oh, dan leg ik die aan de kant. Nou, ik heb de uiteinden even in elkaar gegespt. Zal ik je precies uitleggen. Het voorste gedeelte is van koord. Dat glijdt het makkelijker door de ringen heen. Ja, van zijn bit. Ja. Nou, ik doe als je het hoofd van het paard een klein beetje die kant op wil doen. Dan zal ik het even voordoen. Dan doe ik 1 longe. Doe ik de binnenlonge door de onderste ring. Je kunt hem rechtstreeks aan het bit bevestigen. Wil ik het paard zoals daarnet een klein beetje ronder hebben, dan zou ik ook de longe weer terug kunnen brengen naar de. Maar let op dat je nooit aan de longe trekt. Dat heb ik jou daar niet zien doen. Jij hebt dat mij daar niet zien doen. Want als je trekt, dan krijg je de kans dat hij de kin op de borst doet. En dat moet je nooit doen. Nee. Nou, buitenkant doe ik precies hetzelfde. Doe maar even door de onderste ring heen daar. Die had hem van buiten naar binnen. Van buiten naar binnen. Dan aan en dan deze. Ja. Oké. Nou, en wat ik... Nu zou ik het paard zo kunnen longeren. Ik stel voor om dit zo eerst even te doen. Ik laat nu gewoon de buitenlonge over de rug heen komen. En als hij dat goed doet, dan zal ik daarna die buitenlonge hier achterlangs doen. Want zo net ging jouw paard wat overkruist door het kontje naar buiten te gooien. En dan kan ik hem met de buitenlonge. Dat kan je ook echt goed gaan corrigeren. Dan kan ik precies. Maar wanneer ik dit nu in één keer achter de staart doe en een paard is het niet gewend, ja, daar kunnen ze wel eens in bokken. Ja, ja. Dus een paard die bijvoorbeeld, waar je het altijd mee doet, kan je hem er dus gelijk achter doen wel. Precies. Ja. Wat wil jij? Wil je dat ik hem er gelijk achterlangs doe of eerst zo? Jij mag het zeggen. Van mij mag je hem gelijk achterlangs doen hoor. Ja hoor. Ja, ik denk dat hij wel braaf is. Ja. En anders maar even niet. Nee, hij leert het maar. En dat is het voordeel dat we het cirkeltje even afgezet hebben. Dan is hij een beetje begrensd. Heb je veel minder problemen dan wanneer je zomaar ergens in een grote omgeving gaat lanceren. Dus ik adviseer wel eerst om de paarden even in een cirkel dat mooi is afgezet. Ja. Ja. Zal ik buiten de... Ja. Nou, breng ik voorzichtig die dubbele longe hier achterlangs. En dan doe ik dat nooit geforceerd, altijd even een klopje. Je ziet hij is 100% vertrouwd en een klopje daar. Nou, dus nu doe ik rustig die longe erachter. En ik laat ze vieren. Dus je merkt wel, ik moet beslist niet aan die longe trekken. En ik laat nu allebei bij de longe evenveel vieren. Draf. Ah, jouw pony die doet dit wel geweldig, super hè? Zo mooi. Je ziet ook echt gelijk dat hij van achter en hij is al een klein beetje op de stem gewend. En dan vind ik het prettig om... Dus je kunt eigenlijk, je zou de beide longes gewoon als teugels vast kunnen houden. Zie je dat ik ze gewoon als teugels vasthoud? Ja. Wat ik heel prettig vind, ik zal het uitleggen. Dan doe ik mijn linkerhand op de binnenlonge. Kijk. En ik laat hem onder mijn wijsvinger naar buiten komen. En dan op mijn wijsvinger leg ik de buitenlonge. Zodat je ze in één hand... Dan heb ik ze in één hand. Ja. Kijk, want nu komt het. Nou heb jij een gehoorzame, werkwillige pony. Maar als die pony nou zou zeggen, ik wil niet meer.
dan moet ik wel de zweep kunnen gebruiken. Ja. Dus je ziet nu dat ik helemaal los van de leidselvoering, van de longevoering, mijn zweephulpen kan geven. Kijk. En als je wat naar binnen zou komen, wat hij niet doet, dan zou ik hem zo met de zweep naar buiten kunnen drijven. En zo kan ik hem een klein beetje opdrijven. Ja. Kom jij eens naar binnen toe. Want dit voelt zo geweldig fijn. Dus je ziet, ik mag beslist niet aan de longe strekken. Nee. Kijk eens over mijn zweepschouder mee. Je ziet ook echt dat hij die houding gewoon aanhoudt. Prachtig, ja. Hè? Ja, hij snapt het gelijk. Nou, gewoon verbinding. Een klein beetje binnenlonge erbij. De buitenlonge ietsjes geven. Dat hij een klein beetje geven, ja. Goed zo, keurig. Ja. Kijk, mooi. En het licht doorhangen van de longes is al voldoende voor de verbinding. Ja. Kijk, zo actief. Nou. Dan wil ik bijvoorbeeld, ik neem het zo dadelijk heel even op. Jij mag nu de longes in één hand doen. En dan zien, heb jij de neiging als ik jou de longes geef om naar voren te gaan. Ja, dan gaan de longes door. Blijf maar staan. Die ietsjes, ja. Voel je dat? Hier doe ik de buitenlonge ietsjes langer. Ja. Niet meer nu, hè? Nu die handen dicht houden. Nee. Dan kan hij een klein beetje. Oh, hij moet iets zwakker denk ik. Zie je, dan krijg je een beetje stelling, zie je? Ja. Kijk. Ja, ja, met dubbele lijnen kan je daar echt goed aan werken. Ja. 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 Nou, dat is hartstikke mooi. Gaan we heel, ik neem het heel even over. Ja, die pony doet het fantastisch, hè? Kijk, en dan ga ik zo de volt een beetje sluiten. He, dus zonder te trekken ga ik de volt een beetje sluiten, want ik ga van hand veranderen. Oh, ja. Oh, poppie. He, dus niet trekken. Kijk hoeveel stelling ik heb. Ponnetje loopt mooi afgebogen. Nu ga ik er dan even een stap over. Oeh. Zie, daar neem ik de tijd voor. Oeh. 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 Doe ik de zweep een beetje voor zijn hoofd, dan moet hij allemaal leren, hè? Ja. Oeh. Niet trekken, rustig werken. Nu ga ik zo dadelijk van hand veranderen. Dan zie je, de pony kent dit niet. Die moet het allemaal nog leren. Maar kijken wat ik doe. Nu ga ik door een S van hand veranderen. Dus nu geef ik met mijn linker leidsel. En ik hou mijn rechter leidsel een beetje in het gevoel. Ja, oké. Okay, zie, braaf gedaan. Hij draait gelijk om, ja. En eraf. Zie, nu ga ik de volte weer openen. Ja, want het is natuurlijk eigenlijk net een teugel dat je in je hand hebt. Precies hetzelfde. Het is gewoon even een handigheid, hè? Nou, je ziet dat ik de longe weer in één hand heb. Klein beetje activeren. Nou, maar kijken, daar gaat hij weer. Ja. Volte zo groot mogelijk. Ja, kijk. Dan zie je dat hij al een beetje stelling neemt. De beide longes hangen lichtjes door. De buitenlonge ietsjes meer, omdat die longe iets langer is, dus een beetje zwaarder is ook. En je ziet dat ik hem nergens in tegenhoud. Klein galopje. Misschien is het leuk dat je toch even hetzelfde naar binnen komt. Ja. Dan geef ik jou dit zo over. Een mooie verbinding. Hè? Dus niet je schouders naar voren en naar je pony toe lopen. Rechtop. Dit doe je met een andere hand. Moest kijken. Dus nu geen longe laten vieren. Nee. Je hebt nu het blok, zo noemen ze dat. Je hebt de longe nu op de juiste maat. Duidelijk? Ja. Kijk. Super gedaan. Dus ook jouw rechterhand niet daarheen, want dan hou je hem tegen mee zijn. Mee, dus, ja. Echt met hem mee. Juist. En liever dat je met je hand een beetje die kant op gaat dan die kant op. Ja, dan hou je hem tegen. En liever dat je met je schouder daarheen bent dan dit. Ja. Dus ook in jouw lichaam je paardje niet tegenhouden. Snap je dat? Ja. Kijk, hier. Ja. Dan kun je over balkjes laten draven, over kabaletjes laten draven. Nou, klein galopje en dan stoppen we. Dan heeft hij zeer goed gedaan. Ja. Mee eens? Ja, zeker. Nou, geef jij maar zo'n galophulp. Galop. Oh. Hendrik. Laat maar gewoon even gaan. Niet trekken.
komt vanzelf. Dan laat ik hem heel even draven. Laat de zweep zakken. Ja, ja. Hier, dan corrigeert hij zelf al. Ja. En mee zijn. Duidelijk? Ja. Keurig, zie. Prachtige galop. He, dan knabbelt hij mooi een beetje. Ja. Goed hoor. Neusje op de loodlijn. Mooie arbeidsgalop. Zullen we hem draf over laten gaan? Dus niet trekken. Ik geef gewoon met de stem en de zweep een hulp. Hier, hier. Ja. Hoe kom je die over? Ja, reageert gelijk. Je hoeft niet eens wat te zeggen, nee. Hé, hey, ik ga hem belonen. Ja. Oh. 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 En ga je in het gevoel naar je paard toe. Bij beide loges tegelijk. Juist, kijk. Juist. Dat je echt die verbinding houdt. Hier. Ja, geweldig. Wat heb jij een braaf dier, jongen? Ja. Nou, en dan doe je dat eroverheen. Goed zo. En dat was het. Nou, heel goed gedaan, Pop. Toffetje. En ik heb gemerkt dat jij talent hebt. Waar heb ik dat aan gemerkt? De rust die van jouw houding uitgaat. Toen jij de leidselvoering correct had, dat je dan je hand sluit en dan merk je dat het paard lichtjes verbinding wil nemen in jouw hand. Ja. Omdat jij correct werkt. Ja. En dat die verbinding die hij in jouw hand neemt, hoe heet dat? Aanleuning. Dat is aanleuning. Ja. We gaan nu dus nog even rijden en als het goed is kunnen we dan echt goed het verschil zien. Dus ik ga snel mijn zadel erbij pakken, mijn laars aandoen en mijn cap opdoen en dan gaan we even lekker een stukje rijden. Nu zien we, hebben dus het paard lekker losgelongeerd. Dus de Amazone, die kan er gelijk... Sorry? Jij kunt gelijk in een mooie houding kun je beginnen, hoeft niet meer losgereden te worden. Johanna, dat doe je heel mooi. Oké, keurig. We zien weer het neusje voor de loodlijn. En Johanna, mag ik jou ook even een complimentje geven over jouw rijfiguur? Jij bent niet rijk in conditie, maar je hebt wel een goede conditie. Je hebt natuurlijk het geluk dat je een mooi slank lichaam hebt, een lang bovenbeen, mooi afgeplat. Dus je hebt ook een ideaal rijfiguur en hou dat zo, hè. Dus ik hoor net dat je regelmatig 10 kilometer hier naar de manege toe fietst. En dat je ook altijd actief bezig bent. Houd dat zo. Wil je zo zo'n klein galopje laten zien? Lekker galopje. Keurig. En heel mooi. En ga nu rustig een keer in de verlichte zit. Ga eens van hand veranderen. Rustig van hand veranderen, dat mag je even via een eenvoudige wissel doen. Mooi een klein beetje verzamelen op die korte zijde. En of je dan op de lange zijde, laat je eens even zien hoe hard jouw pony kan galopperen. Hoe hard kan hij weer? Maar wel mooi rustig opbouwen. Verlichte zit. Ja, en nog wat meer, en nog wat meer. Keurig. En nu weer opvangen. Halve grote volte en dan geleidelijk aan de teugeltjes uit je handen laten kouwen en de hals laten strekken. Nou, hoe voelt dit? Ja, fijn. Fijn, hè? Kijk, mooi die belonen. Strijk hem maar een keer met je handen zo door de manenkam. En beloon je pony. En jij bent een grote bofkom dat je zo'n fantastische pony hebt. Die zo goed meewerkt, maar nogmaals, dat is ook jouw verdienste. Want je hebt hem goed afgericht. En je hebt een veel variatie in de training. Oké, super. Goed gedaan, beestje. Ik hoop dat jullie deel 3 van deze serie samen met Lammert ook heel erg leerzaam vonden. In deze video denk ik dat ik echt wel het meeste heb geleerd over met de dubbele lijnen lanceren. Want ja, wat ik dus al zei, heb ik het nog nooit gedaan. Maar ik denk dat ik het zeker vaker ga doen. Want ik voelde ook echt dat... Ja, je kon veel meer contact ook weer met je paard. Omdat je ook echt bij zijn achterhand kon zitten nu. Ja, dus ik vond het zelf ook heel leerzaam. Hebben jullie nou nog vragen? Zet het dan zeker hieronder in de reacties. En Lammert organiseert natuurlijk ook zijn eigen online cursus. Dus schrijf je daar zeker snel voor in. En als je via de Applejack doet, krijg je dus 10% korting. Dus ga het allemaal zeker doen, want ik ben echt weer heel veel tips rijker. Dus ik kan ook hier lekker mee gaan werken. Iedereen heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet erom niet te abonneren. Doei doei! Hoi hoi!